Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Lau Huiswerkbegeleiding, het adres tegen huiswerkstress. De eerste auto is door de tunnel aan de Laan van Assenveld. Het is echt een teamprestatie geweest. Veel betrokken collega's, betrokken bestuurders die dit ook hebben mogelijk gemaakt. Dus ik kijk echt wel met een heel goed gevoel terug op dit traject. We hebben nog wat restpunten en die pakken we de komende weken op. Maar vandaag is echt wel een feestje dat we open zijn. Ja, ik ben enorm trots. En trots omdat deze tunnel enorm belangrijk is voor Apeldoorn. En uiteraard met dit mooie weer dan de opening verzorgen, ja, dat is gewoon een feestje. Nou, heeft uw voorganger, om heel voorzichtig uit te drukken, wat verwachtingen gewekt over vervolgprojecten. Welke tunnel wordt de volgende? Nou, we gaan er nog drie doen. Althans, dat is onze planning. Welke dat gaat worden is niet zo moeilijk. Dat is de Ecofactorij, Laan van Spitsbergen en de Laan van Erica. Wanneer we in welke volgorde dat gaan doen, dat gaan we de komende tijd met elkaar bezien. Het spannendste punt was echt het inschuifmoment in oktober 2022. En vandaag zie ik echt als een afsluiting, een feestje voor de buurt. Een feestje wat we met de buurt vieren en ook met ondernemers samen om deze tunnel eigenlijk ook terug te geven aan de stad en aan de wijk. Je gaat zo de eerste auto door die tunnel sturen. Hoe gaat dat voelen, denk je? Ja, dat gaat heel rustig en ik heb me laten vertellen dat heel veel aandacht besteed is aan de overgangen van het asfalt. Dus dat het rijdt als een zonnetje. Nou, ik hoop dat te ervaren. Dus ik heb er heel veel zin in. Ga je de volgende project ook doen? Je hebt ervaring nu. Ja, de ervaring die is er. Het is even de vraag wat er wanneer komt. Ik ben nog werkzaam voor de gemeente Apeldoorn en ik werk hier heel graag. Maar ja, contracten die lopen op een gegeven moment ook af en dan moeten we allemaal weer naar wat anders toe. En Apeldoorn heeft echt nog wel een paar mooie projecten in de toekomst, dus wie weet. En nu eerst even op vakantie? Ik heb in de meivakantie al van een kleine vakantie genoten. En dat kon ook omdat hier een team stond wat gewoon goed heeft gewerkt samen met ProRail. En alle andere partners zoals Hegeman en Van Kessel, die hebben hard doorgewerkt. Dus ik werk vrolijk door met de collega's om de laatste restpunten van dit project ook af te kunnen ronden, Theo. Zit er ook nog wat verbreiding van bijvoorbeeld de Laan van Zevenhuizen bij? Jazeker, Laan van Zevenhuizen wordt zelfs naar voren getrokken. Dus daar gaan we waarschijnlijk al volgend jaar mee beginnen. En als we dan zover zijn, dan willen we ook tegen die tijd ook met de tunnel aan de Laan van Erica beginnen. Restpunten, noem eens een paar. Ja, de grootste hinder is echt voorbij. Hè. De tunnel is open, die is ook te gebruiken voor alle verkeer. Maar we hebben inderdaad nog wel wat werk op te leveren. Zie het ook als een nieuwbouwwoning. Daar krijg je ook wat opleverpunten mee. Het ene punt is wat groter dan de andere. Zo hebben we bijvoorbeeld bij de Veenhuizenweg, hebben we door de slagregens van de laatste tijd, hebben we geconstateerd dat het asfalt, de tussenlaag, dat die slecht is. Die moet opnieuw worden gedaan. Dus daar vinden nog asfalteringswerkzaamheden plaats. We hebben aan de andere kant de fietsbrug. Die hebben we helemaal aangelegd. Maar de aansluitingen met asfalt op die fietsbrug, die worden de komende tijd nog gedaan. En zo kan ik nog wel wat punten noemen met stukjes fietspad en voetpaden her en der waar we nog werk aan hebben. Denk ook aan groen. We hebben hier en daar nog flink wat groen aan te planten en dat volgt ook nog later in het plantseizoen. Dus we zijn ook nog niet klaar, maar we hebben de grootste werk leveren we vandaag wel op en dat nemen we ook echt dankbaar in gebruik. U stemt de Apeldoorn is helemaal gerust als u roept dat gaat nog in mijn ambtsperiode gebeuren. Heel graag, zou ik bijna zeggen. Ik heb oprecht geen idee. Dit soort processen duren wel heel lang. Hè? Dat is ook het eerlijke verhaal, zou ik maar zeggen. Maar het zou wel heel fijn zijn als we dit snel voor Apeldoorn zouden kunnen realiseren.